fans! Come on, those big fans! Come on, help the boekjes, hè? Help, hè? Get the ball, come on, hè? Mag ik vragen aan alle supporters om voldoende afstand van de ring te houden, voldoende afstand van de officials en van de verzorgers. Als dat niet gebeurt, zal de partij niet kunnen starten. En mocht tijdens de partij bepaalde supporters te dicht bij de ring komen, wordt de kamp onmiddellijk stilgelegd met eventuele negatieve gevolgen voor een van de boxers. Ook na de kamp, dames en heren, houd de ring enkel voor de officials en de boxers, dus het is ten strengste verboden om na de partij om de ring te betreden. Dus liever nu allemaal afstand te houden van de ring en straks de ring volledig vrij te houden, anders zal de kamp niet starten of ongerukkelijk stilgelegd worden, wat we natuurlijk niets willen. Eerste ronde! I like to move it.
Burger. Tweede ronde. Ja, goed! Alles zien uitkomen! Kom! Volle met trap! Ja, goed!
kort, kort, zet hem kort. Kort zetten, zet hem. Kort zetten, dat de VIP afterparty straks doorgaat. In de ruimte hier net achter het podium hebben we de foto's van vandaag. Nog iets wil terugkijken, staan vanaf morgen direct op fightview.be. Vanaf morgenavond fightview.be. Zoals net opgeroepen, wil ik aan iedereen vragen om de ring vrij te houden voor officials, verzorgers, boxers, dus geliefd als supporter niet in de ring te komen en de afstand met de ring te bewaren. Dank u. Net door de trainer van de Blauwe Hoek aangehaald. Niemand wil op deze manier winnen, niemand wil op deze manier verliezen. Maar de reglementen zijn er. De reglementen van de WFCA bepalen dat er een winnaar is door disqualificatie. In de derde ronde is de winnaar van deze partij en dus de wereldkampioen. K1 bij de Gerenton, 79,38 kilogram. De man in de Blauwe Hoek, aangeblazen door Mitch Timmers. Dames en heren, ik baal hier denk ik net zo lang van als jullie. En,